Mevrouw Monique deed haar relaas bij TBN Prime Alert. De mevrouw zegt ernstig teleurgesteld te zijn in het handelen van de politie. Terwijl partijen duidelijk strafbare feiten hebben gepleegd, zegt mevrouw Monique dat de politie niet heeft opgetreden. Het gaat in deze om een familiegeschil met verregaande handelingen welke gepleegd zijn geworden door de andere partij. Mevrouw Monique vertelt wat zij de afgelopen perioden hebben meegemaakt en geeft aan dat de politie niet langer de beste kameraad is, terwijl dat het geval wel zou moeten zijn. Karunu, omdat hij was aan vind presidiaso. A osso disi, na voesalig mima. Mima dede gwelibing, want in saf min na Nederland, kerel plowel, ja, Dimi masiki eng nanga Marion, ja, dus adena Nederland, asen monigi Marion, mipchim brada nobeda oso guaroko, tek mima be de dicht bij de 80, afro be di menterek ba, den char afro, gona notaris, gopota presi, tapu kerel nanga nen sining. Ala den traning di be de, den puru, in a stichting wat a presi, mijn mami kent tot een stichting. En dat komt eens maar naar ABD. ABD tap me, Carol, Dwight, Nanga, Frankie, en dan mijn mami betaki zegt van, fos ABD dat zou door Nancy toevoegen, want Nancy na zalig mi brada ching, maar mijn mami kweking vanaf baby. Dus mijn nanga mijn mami kweking vanaf baby. Mimma betak altijd na elaste ching. Dus umpot ening ook toe. Asan tang, di mip ching brada go na roko, wan mip ching brada betanja nanga mimma, nanga Nancy. Mario, luru, dat ook toe na was sayere. Kerel sen moni geng, agopur u alamala ning, alip kerel ning wang, da apot voeg Nancy erbij. As aan tang de wachtie die mijn ma dede, mijn team brada deja, Nancy, nanga wantara brada fumi, ja, nanga mi bigisa, de sen deurwaarde Nico fupo den trawana doro. Terwijl Carol elibi na Holland en Carol de bezig ebou na Sofia's Lusweg, a ap egi presi dapi. Dami feni taki, wis, you nende, Nancy nende, u alamala na wang ino ap arech fu pot dentra wana doro. Want u alamala na fu wamma, na wamama beri. Da ino kan du dati, takie pot dentra wana doro, trowel you ne libi na seranang, you e libi na Nederland. Ja? En dan je bouwt ook naar Sofia's Lusweg. Dan die ipot den trawana doro, dan me tegi nog, want ik bel, dan me tegi nog dat kerel is op saye du. Zomaar je pot den trawana doro, je tegi me tak mine bomoei. Mi non bomoei. Mi tegi zeg van, ik kan du sayu wani mo fight atori disi, mi no libeng. En mi fight atori. Mi tek mi afkati. Jo nipte. U fight atori. Mi afkati spang wang kort geding aan. Ja. San duur siksimum. Want steens kerel is tel uit Fukona Saranang. Teleki adei fu akrutu. Ano Kona Saranang. A machtig wan zekere meneer Schubert. Er Schubert ook. Dino sabi sa epsa bena a famiri. Je hoor nanga wan negjef mi, ma dat no an taki yu na mi famiri. Ino sab se epsa in a famiri. Mimma no besap yu.
Mi mano sap yu stuurman nog yu kapten. Toh, da ino ka mengi in wan famir mansani di no ego yu aan. Ja? Dus dan, 30 september, fos 30 september, Caroline Plowel konas ranang. Me fene heel erg tak mi muskar aning, want de famir if mi, no de nanga de sandisi. Uno kweki so. Ma omwam chinsa di denki taki akarul a herbere toch mi abif dudisi en vanwege a handelswijze sa sko to do mek mi abif dudisi. Dus mi hoop taki famiri noni mi kwalik. Dus dan 30 september rechter do een uitspraak. Die rechter doet een uitspraak. Meneer Schubert, nanga Caroline Plowel, reikonja, mi ap alle de foto in mijn telefoon. Reikonja, meneer Schubert nap dape, ou tegu nu taki, en osoru nu tak unoko ina oso. Mi tegen taki, misawasha sandati, mima oso, yano famiri. De komu in sansa no ego you an. Ja? Meneer Schubert, belwan tu man. Man konja na nga mokro gereedschappen dem saka in see, den sroto apot fu ununom ko in see. Mi lontu na mi bure, we yere sane naki me filming. Alles heb ik hier in mijn telefoon. Mi kan sorry, alles aan mi ap in mijn telefoon. U bel skoutu, skoutu kong, skoutu karden, skoutu tegi den taki, next ina oso no mag broko. Want intussen, mi afkati, sen afonis gogi inspecteur Kia. Ja? Di Kia kis afonis, Kia konja, da de begwek ba. Ja? Den gwe. Di Kia kon kia op apot kia bari. Want a eerste lisi die ni koop der waarde ni koop e pot misa mi brada nanga mi nechia na doro de no guanga noti. Alasan bede in a oso. Alasan bede in a oso. En no wasma no broko noti. Dus inspecteur Kia skreki fu sang a komiti. U gona Kia, Kia karu kona pos, u takatori go, u takatori kong. U tegi Kia, u du a efte. Kia takia, Kia sen minechia, gona askoutu na geser. Na geser. Na geser baka arki, sami nechia taki a skrif in e map. Dina geser skrif in e map, na geser ne stel asan op en deni hou den sma aan. De feni taki dem kis toestemming van hogere hand. Ik zeg, oké, okay, efum kis toestemming van hogere hand, dan me wacht die teleku kis toestemming. Want, wan fones de. Asanego, we bel Kia, tifkeba, u bel Kia, Kia taki, a draag a staak over gi seu gobin. Mipchin sa, gona seu gobin, sago taki of sano taki mi no sabi. Seu gobin op zijn beurt, bel mi nechia. Sa ategi. Alleen komen zonder die tantes van me, want hij vond als die tantes van me bij gaan komen, gaat hij zo wegjagen. Ja, dat waren Kia en Seu Gobin zijn woorden tegen mijn nichtje. Ja? En u bent alleen gegaan? We zijn toch samen gegaan, maar ik mocht niet naar binnen. Seu Gobin en Seu Gobin kar mijn nichtje ko in zee. Atapendoro, ategi minehia,
een tori heeft twee kanten. Ik zeg, nooit twee kanten no de moro, want vonnis de. A vonnis na a eerste kant. Want vonnis de. En if want vonnis de, dat je nog kan tegen me taki, je wa arki voor twee kanten. Want a vonnis de, en ik kies a vonnis. U kies foto, u kies film, voor sanfende plaats, ja. Ja? Dus, mi en hoop taki, i do yuroko naar behoren. Do sa you must do. Dus je kies afiri, mevrouw Monique, je kies afiri dat skoutu ne pak a saak die serieus aan. Skoutu no pak a saak serieus aan, want intussen mi ptien saakwek ba na Nederland. En, meneer, en wakalon tu gewoon nang ala den smadi bedina oso jaso. Want ala san funu gwe tangak, kulturu sani fumi magwe, mima e hobbelstoel, nanga ko probeki, nanga dringi sa bedini. Mima nooit nos don tapasturu. Na dimi ptimbra da beuroko na randu, mi ptimbra da bay asturu gi mima asturu bede ina foroisi. Awan mibel gwe nanga ala sani es distal. Toesanipsa. Verniel. Verniel. Lange weggedragen. Lange weggedragen. Ja? En Kia, inspecteur Kia, die op de hoogte voor Alassani, Ashi, want ik ook toe kon in Aosso. Die den trouwang ik me op in uit Aosso, abede erbij. Die afonis die kon ade erbij ook toe. Dus ade op de hoogte voor Alassani. Dan mifeni, zei de Kia nog door naar een asak, zei de ambem draag asak over. Ja? Oké. Okay. A draag over. Na a walis no modati. Di mip chin sago. A tamara feng. A bel minegio. Tak minegio nom kanga nuan tantes. Ja? Minegio go. A tegi minegio. Minegio mus skrif geng. Omen plaat. Mus de. En zo. Minegio skrif 65. Zij beskrif moro. Toilet. Is ook kapot wasbak. Had ik ook geschreven voor hem. Gasbommen hebben we ook verloren in het huis. Maar ik had hem uitgelegd dat dingen zijn ook vernield in het huis. En zo heeft mij verteld dat ik heb hem gevraagd dat als uw huis was en ik had het kapot geslagen, zou u me wel opsluiten. Heeft hij me gezegd, nee, je zou het niet doen. Maar ik dacht, nee, dat wil ik niet horen. U zou het wel doen. En zo, dan vindt hij dat ja, mijn tante gaat het huis niet zomaar kapot slaan. Er moet een reden zijn. Er is geen enkele reden. Er is geen enkele reden tot kapot slaan van het huis. Geen enkele reden is er tot kapot slaan van het huis. Want die ibe pot den trawa na doro, den trawa no kapota huis. Den no kapota huis. No die jong moest met den trawa kom baka in zee, dat je tek Schubert op belden de corneutjes ving, we kon we nak broko. In no kan konda in nak osso broko. Afonis de en te afonis sanik ba. Dus dat want taki, unatrobi nanga sa rechter taki. To? En if unatrobi nanga sa rechter taki, baka di ik mopo uit a rechtsal, da je kon nak san broko, dat want taki i ap laks nanga rechter. To? Dus dat want taki a recht enem dingen kan doek op. Want dat we doen zo wani. We doen zo wani. En dat nog kan. En na awalis no modati. Inspecteur kar minigje. Baka dati. Uno jere niks morofing. TBN Prime Alert. Die heeft in het kader van hoor wederhoor. Dan ook een telefonisch onderhoud gehad. Met mevrouw Caroline. Die woonachtig is in Nederland. Mevrouw Caroline die geeft aan dat wat haar zus vertelt niet op waarheid berust. De woning, welke nu ondergebracht is onder een stichting, is geplaatst op haar naam en op naam van haar nicht. Dat zij mensen zou hebben gestuurd om het huis te vernielen. De mevrouw geeft aan dat het huis onder zeer erbarmelijke omstandigheden verkeerde. Het is mijn huis, dus ik heb mijn huis. Ik heb dan opdracht gegeven om alles wat
kapot was, om alles dat niet meer goed was in het huis weg te halen. Ik heb geen mensen gestuurd om vernielingen te richten in het huis of aan het huis, zegt mevrouw Caroline in haar telefonisch onderhoud met TBN Prime Alert. Wij kwamen daar aan, na een dag of twee, heeft mijn zus gevraagd, waar is dat transport? Dan is het bij die, dan is het bij die, dan is het bij die. Toen zei mijn zus Marion, brengen jullie dat transport weer terug, anders gaat degene die mama gaat begraven, alles stopzetten. Ik zou dat natuurlijk niet doen, maar zogenaamd. Oké, zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben oudere zus, kan je zeggen, heeft dat transport teruggebracht. Mijn zus Marion heeft dat transport in ontvangst genomen en heeft het aan mij overhandigd. Natuurlijk vond ik het niet fijn, maar ik vind van wat van iemand is, mag degene geven wie werkt. Zij heeft hard ervoor gewerkt om aan haar huis te komen. Oké, ze heeft haar huis gekocht. Maar Marion heeft me de transport gegeven. Ik zeg, Marion zei met de woorden van, kijk, dit geef ik aan jou. Het is wat mama gezegd heeft, overhandig ik. Ik zei, is goed, dankjewel. Mijn oudere zus heeft Marion naar buiten geroepen. Van ja, hoe kan mama dat doen? Huilen. Toen zei Marion tegen haar, ze mag geven aan wie ze wil. Oké, ze kwamen terug naar binnen. Ik heb dat transport genomen. Ik heb het in mijn koffer gestopt. Ik sliep in de kamer van mijn broertje. Want ik heb hem gevraagd, mag ik in je kamer slapen? Want toen de tijd was ik met mijn dochtertje. Ik had mijn dochter meegenomen om haar oma ook te gaan begraven. Ik heb dat transport in mijn koffer. Het bewassing heeft zich thuis plaatsgevonden. Na een paar dagen zou mijn moeder begraven worden, maar de bewassing heeft zich thuis plaatsgevonden. En mijn zus Marion, die zit in de vereniging en zij heeft de bewassing gedaan. Oké, alles is mooi gegaan, mooie begrafenis, alles nice, oké. Maar na een paar dagen zou mijn dochter terug vertrekken, of een dag of twee, terug naar Nederland. Dus ik ging in mijn koffer, die avond toen ze allemaal weg waren, en ik zag dat ik dat transport kwijt ben. Dat transport was niet meer in mijn koffer. Toen heb ik mijn zus Marion gebeld. Ik zeg, Marion, moet je eens horen. Ik weet niet wie dat transport heeft genomen. Ze zegt, wat is gebeurd? Ze is bij allemaal geweest. Niemand, dit, dat, we hebben niks. Dan is het bij die, dan weet ik niet, dan dat. Ik ben naar de politie geweest, de politie zegt, luister, als jij aangifte doet, gaan we degene ophalen die met jou samen in dat huis is. Want mijn broertje die was met mij in dat huis. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die jongen gek gemaakt, want mijn broertje is ook zo een beetje labiel, weet je, een beetje niet naar school geweest, weet je. Dus ze hebben die jongen gek gemaakt van Dwight. Steel dat transport, haal dat, steel het uit de koffer. Dan gaan we naar een notaris, dan gaan we jouw naam plaatsen op dat transport. Maar die mensen zijn zo achterlijk, dat kan niet. Degene die dat moest doen is al overleden. Snapt u? Ja, ja. Dus ze hebben Dwight zo gek gemaakt. Oké, ik ben naar de politie geweest, ik zou een klacht indienen. Maar op een gegeven moment, toen ik hoorde van dat ze hem zouden opsluiten, dacht ik van, man, laat het. Ik zeg, politie, weet je wat, stop ermee. Ik ga met mijn broer praten, met mijn broertje. Ik ben thuis geweest om met hem te praten. Hij zei van, ik heb niks genomen. Blablabla. Krachttermen. Maar ik bleef rustig. Ik zeg, Dwight, ik weet dat jij het genomen hebt. Maar weet één ding, je naam gaat daar niet kunnen komen. Het bestaat niet. Degene die dat moest doen is al overleden. En accepteren jullie dat? Hoe je het ook draait of keert, ik ben jullie zus of zusje. Het gaat niet anders zijn dan dat het is. Oké, hele jugo, ze hebben me dat transport nooit gegeven. Ik kwam terug naar Nederland. Toen ben ik teruggegaan naar Suriname. Ik heb alles opnieuw gehad. Bij de notaris ben ik geweest. Ik heb alles teruggehad van de notaris. Ik heb niks, ik heb het zo gelaten voor wat het is. Maar deze mensen blijven maar ruzie. Het is zo gegaan, die twee jongens die waren in dat huis.
En dat huis staat op naam van mijn nichtje Nancy Welles en ik. Nancy, wanneer Nancy daar op Tamenga ging, vonden die twee jongens dat Nancy daar niet mocht komen. Nancy is iemand, ja, labiel en bang voor die twee jongens. Dat kind mocht niet. Nancy, die bleef daar bij vriendje, vriendje hier, vriendje daar. Maar ik vond het niet leuk. Dus ik dacht, weet je wat? Ik was in. Ik heb een deurwaarder ingeschakeld samen met Nancy. Alles heb ik met Nancy gedaan. Wat ik moest doen, want dat huis staat op mij en Nancy's naam. Zo gezegd, zo gedaan. Na 4 jaren is het toch gebeurd dat die twee jongens eruit zijn gegaan. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben Nancy zo gek gemaakt, omdat ze weten dat dat kind een beetje achterlijk is. Ze hebben dat kind heel veel leugens verteld, dat ik huis wil verkopen en dat ik dit wil doen en dat ik dat wil doen. Dat was niet mijn bedoeling. Nooit, nooit, nooit. Ik zou dat nooit met mijn nichtje doen. Maar ik zit in Nederland en ik wil dat Nancy daar mocht of kon zijn. Maar dat wouden die twee jongens niet. Dus ik dacht van wat? Dan ga ik voor Nancy vechten. Dus meneer, ik heb eigenlijk zomaar gevochten voor Nancy. Nancy heeft niet achter mij gestaan. Eigenlijk voor Nancy gevochten. Meneer, ik heb voor Nancy gevochten mijn geld voor niks. Wat ze met dat kind hebben gedaan, weet ik niet. En ze wil zelf de deurwaarder, heeft Nancy gezegd. Ik kan filmpjes laten, ik kan filmpjes voor u sturen. Waar meneer Nico tegen Nancy zegt, Nancy, neem contact met je tante in Nederland, want dat huis is van jullie twee. Jullie zijn in een stichting. Nee, ik wil niet met haar praten. Uw zus zegt in het interview dat u mensen hebt aangezet om het huis te vernielen. Is niet waar, meneer Ganesh. Dat huis was niet in goede staat. Dat huis, de plafonden en dergelijke dingen, waren niet in goede staat. En by the way, ik heb niemand verantwoording af te leggen als ik wat moet doen aan het huis. Ik was bezig om te renoveren. Het mag, het is van mij. Wat van mij is, mag ik eraan? Ik mag. En Nancy is niet kapitaalkrachtig genoeg om het te doen. Wie moet het dan doen? Dat huis staat op mij en Nancy's naam. Als Nancy dat niet kan, dan ben ik degene die dat wil gaan doen. Ja, want ik heb geen recht daar, geen van ze hebben ja, recht. Want ze geen van ze. Ze noemden de namen van wat heren dat u heeft gevraagd om vernielingen te brengen aan het huis. Maar dat, luister meneer, stel dat ik dat toch heb gedaan. Het gaat ze niet aan. Het is van mij. Vergeten ze dat. Het is van mij. Ik moet niet aan die van mijn buurvrouw gaan. Niet aan die van meneer Ganesh gaan. Maar wat van mij is, is van mij. Klaar. Dat huis is niet in goede staat, was niet in goede staat. En als ik de opdracht geef om de plafond weg te halen, so what? Is van mij. Ik heb alle recht daartoe. Ze zijn gewoon brutaal. Want uw zus... Ze horen daar niet thuis. Ja, want uw zus gaf aan daarom dat ze boos is op de politie. Want ze vindt, hoe kunt u weggaan terwijl u een strafbare handeling hebt gepleegd? Strafbaar. Dat is die jongens die stelen, daar moeten ze zijn. Dat is de mensen die met drugs of moord plegen, daar moeten de politie zijn. Omdat de politie een beetje geschoold zijn. Die mannen zijn niet achterlijk. Die mannen hebben een vonnis gehad. Die mannen hebben een transport in hun handen. Alles hebben ze. Ze zien wie in die stichting allemaal zit. Ze zien het. Denkt u dat die mannen achterlijk zijn? Als ik mijn huis wil renoveren, meneer Ganesh, heb ik geen recht daartoe. Ik heb niemand verantwoording af te leggen en te vragen wanneer ik dat moet doen en hoe ik dat moet doen. Het is toch mijn geld? En dat huis is niet een goede staat. Moet ik het zo laten totdat het helemaal valt in elkaar of zak of valt? Willen ze dat hebben? Het is mijn huis. Die mensen vergissen zich. Is mijn huis. Het staat geschreven dat het op mijn naam staat en Nancy. Nancy kan niks doen, dan probeer ik het te doen.